And the soul felt its wound.
Goedenavond. Na dit voorprogramma waarin onze stemmen even opgeruimd zijn, hebben we een klein beetje van de spanning die toch wel in ons zit van ons afgezonden hebben, gaan we verder met de musical. Een jaar geleden alweer hebben we deze musical uitgevoerd en de belangstelling was toen overweldigend in de zaal. En het was zo overweldigend dat heel veel mensen geen kaart konden krijgen. Toen hebben we besloten om de musical vanavond nog een keer uit te voeren. Dus heel hartelijk welkom bij deze musical. Ook heel hartelijk welkom aan de ZZBO. Ze bestaan vandaag 40 jaar. Dat is een ongelooflijke lange tijd. En ze zijn vanavond bij ons, terwijl er toch een feest voor hun aan de gang was. En dat wil ik toch wel een applaus voor hebben. Korte uitleg waar het over gaat. U heeft het kunnen lezen op het blad wat op uw stoel lag. Het is het aloude verhaal van mensen die op weg gaan. En die weg, die werd ons gewezen door Jezus. Hij is geboren voor ons. En ons koor probeert die weg uit te dragen. Omdat wij geloven dat dat de juiste weg is. Ik wens u heel veel plezier met de musical. Let me tell you a story about peace and love. Glory, hallelujah, that's the good news. How a mighty king left the throne above. That the angels sing. Glory, hallelujah, that's the good news.
ver is het naar Bethlehem? Is het een paar kilometer of is het eeuwenweg? Is het achter de volgende heuvel of verschijnt het nu? Is het een moeilijke reis? Komen we er ooit? We vragen ons elke kerst weer af. En wat het antwoord ook zou zijn, de weg naar Bethlehem is een reis die we allemaal moeten maken. De weg is lang en zwaar. 4 dagen zal het de jonge Rut en haar familie kosten om van hun woonplaats in Galilea naar Bethlehem in Judea te reizen. De karavaan zal voor de veiligheid met omwegen van plaats naar plaats trekken, op zoek naar een oase of een andere plek om te rusten. Ondanks de gevaren en ontberingen wisten ze dat ze geen keus hadden en deze reis moesten maken. Maar ze wisten niet dat deze reis hun leven en wereld zou veranderen. Voor altijd. Wakker worden, Rut. Het is al licht. Pak je spullen. We moeten gaan. Ah, mam. Kunnen we niet langer blijven? Nee, iedereen gaat verder. En we moeten mee. Maar ik blijf liever in Nazareth. Ja, dat weet ik wel. Maar we moeten gewoon naar Bethlehem. De keizer zegt... Ja, ik weet het. Van de keizer moeten we terug naar vaders geboorteplaats. Voor een voorstelling. Nou, wat is dat eigenlijk, een voorstelling? Daar heb ik nu even geen tijd voor, Rut. Vraag dat maar aan je vader. Zo, zo, Rut. Wat moet jij aan je vader vragen? Wat is eigenlijk een voorstelling? Een voorstelling, ja. Ja, hoe zal ik je dat nou uitleggen? Nou, kijk, een voorstelling is eigenlijk een wet. Een wet door de keizer gemaakt, waarin staat dat iedereen ingeschreven en geteld moet worden. En dat in de plaats waar hij vandaan is gekomen. En belasting betalen. En belasting betalen natuurlijk als trouwe onderdanen van Rome. Trouwe onderdanen van Rome? Ik dacht het toch niet? Maar papa, we zijn toch Joden? Ja, ja, natuurlijk, dat zijn we ook. En we stammen nog wel uit het huis van koning David. En nou, daar zijn we heel erg trots op. En als we dan geen belasting betalen, kan er dan gebeuren? Laten we het daar nou maar niet over hebben. Waarom niet? Nou, kijk, omdat het je moeder van streek maakt. Kijk, we worden nu nog
onderdrukt door een wrede keizer. Hij verzint allemaal rare dingen over ons, zoals deze volkstelling. En hij regeert met keiharde hand. Hij maakt misbruik van ons volk. Maar eens zal God een andere koning zenden. Iemand uit ons eigen volk. Iemand die ons verlost van keizers en van belastingen en van reizen zoals deze. Eens zal God de verlossing geven. En ik Rut, ik bid nog elke dag dat ik dat mag meemaken. Maar kom, pak je spullen, want we moeten op reis. Het is al laat. Gods volk was al moe van het wachten op de komst van de koning. Maar niets wees erop dat hij snel zou komen. En tot die tijd zouden zware reizen zoals deze, met als enig doel het betalen van belasting, alleen maar een extra zware last zijn. Om er het beste van te maken op deze reis naar Bethlehem, waren de reizigers zelfs in staat om nieuwe vrienden te maken en vonden ze allerlei onderwerpen om over te praten. Hey Esther. Dat stelletje gezien, die er achteraan liepen.
Die twee die ernaast het bij kwamen. Ja, ik heb het eigenlijk een ander over zondag. Ja? Nou, hij heet Jozef en zij Maria, geloof ik. Ze lijkt het moeilijk te hebben. Zo te zien kan haar baby elk moment geboren worden. Arm kind. Arm kind? Hoezo? Heet je dat dan niet van haar? Nee, vertel op. Nou, zij en die man, nou ja. Laat ik maar zeggen, voordat ze getrouwd waren, was ze... Je bedoelt te zeggen dat ze zwanger was? Ja, dat ze... Ik heb dat heel betrouwbare bron, hoor. Oh, dus ze lijkt zo lief en aardig. En onschuldig, zeker. Nou, vergeet het maar, schat. Ik denk dat ze daarom meereist met deze karavaan. Ze is verstoten door de familie. Wie denkt ze wel dat ze is? Spijt me dat je dat gerommel en gepraat moest horen. Dat menen ze niet zo. Dat weet ik zeker. Ach, Jozef. Natuurlijk menen ze het wel. Ze menen ieder woord. Sorry. Jij kunt daar niets aan doen. En trouwens, mij doet het niets meer. Ik raak gewend aan dat gespot en geroddel. Ik raak gewend aan al die leugens. Ik raak eraan gewend dat ze me belachelijk maken. Ach Maria, hou me niet. Het komt heus wel goed. Nee, Jozef. Het is niet waar wat ik zeg. Ik raak er helemaal niet aan gewend. En dat doet me pijn. Pijn dat ze zo over mij praten. Maar dat doet me nog meer pijn. Dat ze ook zo over jou praten. Dat verdien je niet. Je hebt gelijk. Dat ze zo over ons praten en over ons rommelen. Maar dat is nu eenmaal zo. Daar kunnen we niks meer aan doen. Maar je weet toch dat wij als eenvoudig stel... Dat het zo bijzonder is dat wij deze uitdaging hebben gekregen. Dat wij zijn uitgekozen door God... Ja, dat weet ik ook wel, maar... Deze baby die jij hebt, dat is een wonder door God gegeven. En profeten, die hebben er al eeuwen geleden over verteld. En ons volk wacht al jaren op. En wij? Wat hebben wij nou gedaan waardoor we deze eer verdienden? Oh Jozef, wat zou ik toch zonder jou moeten? Oh! Deze, is zover. Nee, de baby schopte. Kan je hier even gaan zitten? Ik moet nog iets met de leider van de groep praten. Doe maar rustig. Gaat het zo? Ja, Jozef. Ik red me wel. Ga maar. Ik ben zo terug.
Vader, vergeef me mijn tranen. Het zijn geen tranen van twijfel of wanhoop. Dat moet u toch weten. Nee, het verdriet dat ik ervaar is niet te vergelijken met de eer die u mij gegeven hebt. Het voorrecht leven te mogen schenken aan uw zoon. Wie ben jij? Ik ben Rut. Dat is een mooie naam. Ik ben Maria. En gaat u ook naar Bethlehem? Ja, wij gaan ook naar Bethlehem. Maar kom anders even zitten. En krijgt u al een kindje? Ja, al heel gauw. Kun je het zien? En hoe gaat u de baby noemen? Hij zal Jezus heten. Jezus? En als het nou een meisje is? Nee. Het is een jongen, dat weet ik zeker. Oh.
Weet u, ik had een rare droom vannacht. Oh, vertel eens. Ik droomde dat ik in een mooi groot paleis was. Dat klinkt als een hele mooie droom. Ik droomde dat iemand zei: welkom, Rut. De koning verwacht je en wil je meteen zien. En toen? Toen liep ik de trappen van de droomzaal op en net toen ik het gezicht van de koning zou zien, werd ik wakker. Hé, wat jammer nou. Het was zo echt, ik heb meteen mijn vader en moeder wakker gemaakt om mijn droom te vertellen. En wat zeiden ze? Gaan we weer slapen? Maar dat kon ik niet. Ik lachte maar en ik dacht eraan hoe het zou zijn om een echte koning te zien. Weet je, ik denk dat dat prachtig zal zijn. Ja. Oh, ik moet mijn spullen gaan pakken voor de lange reis. Ik moet ook weer gaan. Leuk je ontmoet te hebben, Rut. Ik hoop je nog eens te zien. Jij komt het ook. Dag. Dag. Bethlehem, dit is nu het dorp van mijn voorouders. Wat is druk. Ja, ik had ook niet anders verwacht met die volkstelling hier. En Jonas, denk je nog dat we een kamer zullen vinden? Ja, ik weet het niet, Esther. Het lijkt me wel steeds drukker te worden. En als we dan geen kamer kunnen vinden, moeten we dan weer buiten slapen? Net als de laatste nachten? Ik hoop het niet. Ik zou graag een schoon plekje binnen willen hebben als het kan. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik zal eens even kijken wat ik voor jullie kan doen. Neem me niet kwalijk, meneer. Weet u misschien hier een herberg in de buurt? We hebben een hele lange reis gemaakt. We komen uit Galilea. We willen graag een kamer voor deze nacht. Nou, dat treft. Ik heb een herberg. Meent u dat nou? Esther Brug, kom eens hierheen. We hebben al iemand gevonden met een herberg. Ja, maar kunt u dat wel betalen? Ja. Ik heb geld genoeg bij me. Kijk. En zegt u maar wat het kosten moet.
Oh. Nou, in dat geval denk ik nog wel dat ik een kamer voor u heb. Ah, gelukkig. Ik was al ongerust. Ja, ik vertelde u al, we komen helemaal uit Cana, Galilea. En ja, we zijn hier voor de volkstelling, weet u. Ja, u komt van ver. Ja. Voor de volkstelling. Ja, uw kamer is daar. Bovenaan de trap. Ah, fijn. Dank u wel, hoor, meneer. Dank u wel. Tot ziens. Pardon, meneer. Heb ik het goed begrepen? Heeft u een herberg? Ja, ja. Ik heb een herberg. Dat komt mooi uit. Dan zouden wij graag een eenvoudige kamer willen hebben voor vannacht. We hebben heel ver gereisd. We komen vanuit Nazareth, in Galilea. Zoals je ziet is mijn vrouw een zanger. We hebben alleen niet zo heel veel geld. Ver gereisd. Allemaal vanuit Galilea. Voor de volkstelling. Niet zoveel geld. Ja, ik heb net mijn laatste kamer aan uw familieleden gegeven. Spijt me, Maria, maar ik zal verder zoeken. We vinden heus wel wat. Oh, Jozef. Ik hoop zo dat het gaat lukken. Ik ben zo moe. Ik voel dat het kindje bijna komen gaat. Papa, mama, die man en die vrouw daar, ze hebben een kamer nodig. Ik ken haar, ze heet Maria. Zachtjes, Rut, laat niemand horen dat je dat zegt. Maar mam. Nee. Je moeder heeft gelijk, Rut. We kennen die mensen niet eens. En we kunnen ons toch niet met de problemen van iedereen bezighouden. Maar papa. Nee, Rut, dat begrijp ik nu toch niet. Kom mee. Pardon, meneer. Mevrouw. Ik heb het bedacht. U kunt misschien achter de herberg in mijn stal slapen. Hartstikke bedankt, meneer, dat we in uw stal mogen slapen. Heel erg bedankt, meneer. Ja, is goed. Een goede nachtrust. Maria en Jozef kunnen eindelijk rusten. Niet in een schone kamer, maar in een stal. Het was geen geschikte plaats voor een mens. Maar dat leek niemand op te vallen. De andere reizigers waren ook moe. En behalve een gevoelig kind, leek het niemand iets te kunnen schelen. Die nacht begon er nog een reis naar Bethlehem. De langste die ooit gemaakt was. God zelf daalde af van zijn hemelse troon naar een eenvoudige stal op aarde. Want in die nacht werd de Messias geboren. Glory.
Hallo, meisje. Wat doe jij hier nog zo laat? Hallo, meneer. Logeer jij soms in de herberg? Ja, met mijn vader en moeder. Oh ja? En heb jij misschien eens gezien iets van een boodschap? Nee, Galilea. We komen hier voor een volkstelling. Ja, dat is mooi. Heel mooi, maar... Jullie weten toch wel wat een volkstelling is, of niet? Nou, dat is een wet die door de keizer gemaakt is en... Ja. We weten wel wat een volkstelling is. Nou, mijn vader zegt dat er op een dag een verlosser komt. Wat? Wat zeg je nou? Maar daarvoor komen we juist hier. Wat bedoelt u? Ja, dat is eigenlijk te veel om uit te leggen. Maar we hebben gehoord vanuit de hemel. Ja, van een boodschapper uit de hemel. Dat vannacht onze verlosser geboren is. En hij is gewikkeld in doeken. En hij schijnt in een kribbe te liggen. In een kribbe? Zoals in een stal? Je snapt er zeker niets van, hè? Oh ja, ik snap het wel, meneer. Ik heb vannacht een baby gezien. Hier in de stal, achter de herberg. Ik weet het zeker. Ik heb mijn moeder gezien. Zij heet Maria. En de baby ook. Zij nam Jezus. Bedoelt u dat hij? Ja, het spijt me, meisje. We hebben nu geen tijd meer. We moeten verder. Bedankt, hè. Tot ziens. De koning. Mijn droom komt uit. Papa, mama, kom gauw. Wat is er, Rut? Ja, Rut, wat is haar aan de hand? Er is niets aan de hand. Ik heb de koning gezien. Hé, de koning? Heb je koning Herodes gezien? Nee, de beloofde koning, pap. De koning heeft u me over verteld heeft. Waar, Rut? Hier in de stal, achter Herbert. Zijn moeder is Maria. Weet u wel, die vrouw die geen kamer kon vinden. Nou, Rut, wat is dit nou toch allemaal? Is dit weer een van je dromen? Nee, dit is echt. De herders zeiden dat de boodschapper uit de hemel en het verteld had. Herders? Boodschappers uit de hemel? Rut, nu even serieus, dat is onmogelijk. Maar man! Nee, Rut. Kom mee, we gaan naar binnen. Het is al laat. We gaan slapen. Kom. De weg naar Bethlehem. Velen gingen hem die nacht. Belastingbetalers, herders en later zelfs enkele sterrenkundigen uit een ver land. Velen volgden die weg, maar niet iedereen kwam eraan. Er waren er die de eerste halte misten, omdat ze weigerden te geloven dat de kleine Jezus echt de verlosser was, waarop ze hadden gewacht. Maar er waren ook anderen die de Messias herkenden en door geloof wisten dat dit de eerste stap was van een andere reis. De reis naar het eeuwige leven. De weg naar Bethlehem. Het is een reis die we allemaal moeten maken. Maak die reis en ontdek de herberg. Ontdek de kribbe, de moeder, het kind. Maar denk niet dat de reis daar eindigt. Kijk in de ogen van het Christuskind en weet dat dit pas de eerste stap is. Bethlehem is nog maar het begin. Oh,
must be more than a baby born on a starlit night to lead you where. We
dan weer. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Het was geweldig dat jullie hier waren. Ik hoop dat u genoten heeft in de musical. Het is gebruikelijk dat er bedankt wordt. En dat ga ik natuurlijk ook doen. Dat ga ik niet iedereen afzonderlijk doen, want dan staan we hier om 11:30 nog. En inmiddels heb ik al koude tenen, dus er was helemaal niks meer. Ik wil voor eerst de muzikanten links en rechts van mij bedanken. Ze hebben geweldig werk verricht. Dat is heel veel inzet. Om dit te organiseren. En de eerste keer was heel zwaar. En je denkt dat het dan allemaal gewoon maar loopt. Maar dat is gewoon niet zo. Er moet weer heel veel werk verricht worden. Bedankt. Dan wil ik de dame bedanken die hiervoor zit. Die ons ging redden als we onze tekst kwijtraakten. En de jongens van het licht. De jongens van de techniek, dat was weer geweldig. Dankjewel. Dan natuurlijk het koor en de toneelspelers. En ja, dan kom ik toch bij twee namen die wilde ik toch wel gaan noemen. Als eerste wil ik Rut noemen, onze hoofdrolspeler. Hoofdrolspeler afgehaakt had, dat was om redenen, is Sarai, want zo heet ze, bij ons gekomen. Ze kwam, ze zag en ze overwon onze harten. Ze speelde fantastisch. Geweldig om mee te spelen en als er al wat vroeger op het koor kwam, dat interesseerde haar niks. Dan pakte ze gewoon de spullen beter die neergezet moesten worden. En ze hielp gewoon even mee. Dat is een stukje opvoeding. En je hebt van opvoeding niet alleen de voeding genoten. Sarai, je bent een ster. Bedankt en ik wil graag je hand even geven. Artistieke leider, Christen Kroon. Hij probeert altijd weer het beste in ons boven te halen. Hij inspireert de muziek, hij begeleidt de muziek en hij inspireert allen. Hij maakt ook oefen-cd's gewoon voor ons. En Chris, je bent gewoon geweldig voor ons. Dankjewel. Er staat er een tafel met attributen van Revival. Dat zijn sleutelhangers met een lampje eraan. Er zijn tassen, er zijn doosjes met een versnapering erin. Dat kunt u kopen en daarmee steunt u ons koor. Dat is voor de projecten zoals we die hier natuurlijk doen. Daar heeft u natuurlijk een kaart voor gekocht, maar het kost veel geld. U heeft op uw stoel een briefje gevonden.
een donateursbriefje. Dat mag u ook invullen als u dat wilt. En dat kunt u inleveren bij een van de koorleden. En als u dat doet, dan steunt u datzelfde doel. Dat zeg ik op dinsdagavond altijd. Dat is wat ik had. Er is koffie. Dank u wel.